Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Zoals jullie aan de titel hebben gezien, heb ik vandaag een Amerikaanse snoepproefvideo. En samen met Anne en Lina. Zullen we jij ons voorstellen? Ja. Wil je jezelf voorstellen? Nee. Ik heb dit nog nooit gedaan op mijn kanaal. Maar niet. Een Amerikaanse snoepproefvideo. Nee. Je hebt dus alles gezien. Het is wel vaak zo'n YouTube-video. Ja, de meeste YouTubers. Ja, heel veel mensen doen het al. Daarom vind ik het heel erg leuk. Ik heb namelijk een samenwerking met iCandy.eu. Ik zal hier beeld staan. Dus ik kan ze volgen op Insta. En het is ook de laatste tijd heb ik het gevoel dat het weer een beetje upcoming trend is. Vooral op TikTok. Zie ik het heel veel. Ja, ik zie dit dus allemaal niet. Oh ja, ik wel. Maar ik zit echt in de food. Ja, ik zit alleen, kijk alleen maar. Ja, ik zie alleen maar eten. Ja. Ja. Alleen maar eten. Of dat ze die bestellingen gaan inpakken en zo. Anne en ik hebben het eigenlijk uitgezocht, dus jij weet het nog niet. Ik heb geen flauw idee wat er allemaal in zit. Maar snoepkoek. Gewoon dit. Het openmaken. Ja. En het tunnel maken. Daar gaan we niet aan. We hebben echt twee. Mega rozen op dit. Is het zwaar? Ja, die zijn gewoon niet zwaar. Oké, laten we openmaken. Oké, maar hoe gaan we dit dan wel doen? Ja. We beginnen denk ik wel met iets eten, hè? Ja. De drinken pakken we er wel bij. Oh, ik wil het gewoon allemaal. Maar weet je, ik heb wel altijd met die Pringles, als ik er eentje neem, dus dat, dan moet ik er echt... Ja, maar niet als je daar nog drie zou kunnen geven. Oké, maar waar, wat, ja, zullen we gewoon alles een beurt wat kiezen anders? Ja, laat het kiezen. Ja. Nou, heb jij het hoor. Even? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, waar de fuck moet je mee beginnen? Ik ben hier heel benieuwd naar. Wat is het? KitKat, cookies en cream. Dit gaat... Ik vind het wel leuk. Nee, maakt niks uit. Oh, wat schattig. Het zijn allemaal van die minis. Oh, dit is lekker leuk om mee te nemen ook. Ja. Dit moet je houden. Ja, dit moet ik houden. Oh, nou, wat grappig. Maar is het dan ook met witte chocola? Ja. En met een soort ijs. Het lijkt een soort ijs. Ja. Maar het is denk gewoon... Maar het is misschien gewoon... Het ziet er ook zo lekker uit. Crème of zo. Het ziet er heel lekker uit. Gewoon een soort oreo. Ach. KitKat. Hij is zo lief. Ja, mini dat is echt heel lief. Ja. Oké, gaan we doen? Ja. Gaan we dit doen? Oh, ik wil cheers. Zij is heel gemakkelijk zo. Cheers. Cheers. Oh, lekker. Je proeft echt dat cream. Ik dacht echt dat het hierna zou smaken. Het is echt gewoon, Nu opeens komt er een andere smaak. Oh. Maar het is echt witte chocolade. Oh, het is ook Oreo. Ja, het is Oreo. Ja, als je naar dit ijsje kijkt, dan proef ik het. Ja, ik vind het echt ijsje. Het is niet eens witte chocolade, het is echt ijs. Ja. Je proeft echt die cream. Ja. Ja, ik vind het wel lekker. Wel ook. Maar je zak doen. Maar ik vind de KitKat al lekker. Ja, lekker. Maar dit is echt. Dus eet wel lekker weg. Proef letterlijk. Je proeft gewoon. Dit bolletje. Een bolletje vanille-ijs. Ja, Oreo's. Mm. Ik vind het wel lekker hoor. Ja, ik ook. Oh, goeie. Die zou ik zo houden. Ja. Oké. Wil je nu wat kiezen? Kan jij man. Ik wil iets van een chipje proeven. Oké. Welke mee wil je nemen? Oké, goed gezegd. Oké. My favorite. Oh, dit ik dus heb even zin, maar ik heb dit allemaal, dit is echt voor Anne. Ik vind het gewoon niet. Maar wij zijn echt van het eten. Ja, maar kijk, die en zo, dat kijk ik van vroeger al. Ja. Dat zure en zo. Ja. Dat is helemaal een trend geweest. Ja. Oh, dit zijn niet zo spicy, dat is goed voor jou. Waar moet ik naar smaken? Kaas. Cheetos crunchy. Dus dat is eigenlijk gewoon... Een chipito, maar dan crunch. Oké. Zo heel crunch. Ja. Dit is mijn favoriete chips. Dit zakje krijg ik zo leeg. Oh, maar goed. Dat gaan we niet doen, maar... Nee, maar wel lekker. Lekker ook weer. Mm. Maar deze heb je dus ook in de Flaming Hot Cheetos. Dat is mijn favoriete ooit. Die is die pittiger. Ja. Ja. Dat is die rode. Ik vind deze formaat zakje vind ik gewoon Ja, dat is chill. Maar is het ook best wel... Want als dit zo'n zo zak zou, dan zou ik echt denken, oh... Ja. Dit is lekker. Ja. Lekkerder eten. Oh, gaan we het cijfer geven? Oh, dat is ook wel leuk. Dan gaan we. Ja, of maar naar verwachting. Naar wat geef je een cijfer? Gewoon een smaak. Dan pak ik even terug. Oké, okay, cijfer 1 tot 10. Of sterren 1 tot 5. Ik zou 1 tot 5 doen. Ja. Ja, 1 tot 5. Mag ik half? Ja? Deze 4. Ik een 3,5. Ik ook een 3,5. Oh, ik vind het echt wel lekker. Ja, ik heb 3,5. Ja, ik vind dit een 4. Ik zou dit zo helemaal op kunnen eten. Ja, ik vind dit en dat kan ik daarbij niet. Of ik een 3,5. Gewoon in principe. Nee, is niet echt principe. Oh, ja, ik ook. Goed, 3,5. Oh, nee, 4 doe ik.
Ik weet niet of ik die ga kiezen. Reese's. Reese's ga ik nemen. Is heel lekker. Zo lekker. Oh. Pindakaas smaak. Maar jongens, dit is geen pindakaas. Oh. Maar je hebt er niet iets. Nee, ik denk wel dat ik het lekker vind. Ja, dit is lekker. Vroeger lust ik niet, daarom heb ik het gegeten. Oh, ja, maar deze pindakaas is anders. Dit is andere pindakaas. Misschien ga ik vanaf nu pindakaas eten. Ja, dus ik eet niet altijd, ik neem echt lekker pindakaas van mijn rol. Maar hoe gaan we dit dan door de hele? Eens een dingetje. Van, ja, doe het ook maar even. Huh? Wat is dit voor soort? Ik maak er wel vier stukjes van. Maar zit er toch chocola omheen? Hier aan. Ja. Dit is wel een beetje gek. Dit is echt een soort van pure pindakaas. Volgens mij is dit een Reese's zonder chocola. Zit zeg maar, het is gewoon één kleur. Alleen pindakaas. Zo. Dit is gewoon een brokje pindakaas. Oh. Dit is gewoon een brokje. Dit vind ik al niet lekker. Nee. Oké, niet één. Ja. Het is echt wel die Amerikaanse pindakaas. Wat is het lekker zo? Het is gewoon pinda. Maar het is wel zo'n heel smerig. Ja, peanut butter lovers. Ik hou niet van pindakaas. Vind je het ook niet lekker? Ja, ik lust het wel. Maar het is niet dat ik ga zo'n heel ding eten ofzo. Nee. Maar ik vind het niet vies. Maar zou ook wel kunnen. Maar stel, bedenk dit en dan met een laagje chocolade nog omheen. Ja, dat is wel lekker denk ik. Ja. Hou ook niet van Snickers. Wel? Dat is ook pindakaas? Nee joh. Wel, Snickers zit toch pindakaas? Er zit gewoon pinda's in. Ja, pinda. Maar geen pindakaas. Oké. Nou, het smaakt een beetje naar Snickers. Ja, dus ik vind het niet vies. Nee. Het is precies hetzelfde als onze chocolade. Maar ik vind dit eigenlijk. Mag ik die? Ja. Mag ik die? Lekker man. Ja, cijfer. Oh ja, cijfer. Halfie, twee. Ik een 3. Dat niet heel bijzonder is. Nee. Het is gewoon een brokje pindakaas. Het is lekker, maar. Ik ben verrast dat ik het lus en dat ik het eet. Ja, dus nou maar een 2,5. Oké, 3,5. Maar vanaf nu ga ik wel wat moeilijker zijn voor cijfers. Nee, maar ik wil alles allemaal 5 geven. Dan moet je dat. Maar je moet vergelijking met ander eten. Ja, maar anders als er eentje weer uitspringt, kan ik niet zeggen dat die echt heel lekker is. Nee, dat moet ik dan een beetje laag halen. Ja, ja. 3 is ook een 3. Zo voel ik het om te zeggen. Ja, ik ga heel veel nadenken. Niet dat je weer heel stressig bent. Ik voor IO 2,5. Oké, volgende. Misschien wat drinken. We hebben namelijk echt 6 drankjes. Ik wil dit. Ik heb nog nooit gegeven Mountain Dew op. Dit is dan wel met een smaak watermelon. Kennen jullie Mountain Dew? Ja, ik ken de naam. Ja, ik ook. Ik neem het ook nooit. Ik heb het ook nooit. Maar we gaan het zien. Maar is dat zo... Dat is helemaal... Oh ja, dit is watermeloen. Maar normaal gezien niet. Zo, ik ruik meteen watermeloen. Dus, ik denk niet dat dit lekker is. Nee. Curl. Oh ja. Oh, maar een beetje chemisch. Niet lekker watermeloen. Een watermeloen vind ik in... Nee, het smaakt gewoon naar watermeloen. Alle andere vormen van een watermeloen zelf vind ik altijd chemisch. Het smaakt ook niet normaal, want zo smaakt een watermeloen. Oh nee, dat is het. Watermeloen smaakt niet zo als... Is ik niet lekker. Nee, ik ook niet. Maar kom dat zeg maar... Ze hebben een bepaald smaakje nagemaakt in de watermeloen. Maar zo smaakt een echte watermeloen helemaal niet. Maar dit is gewoon het chemische stofje van dit is altijd het chemische stof van watermeloen. Ja. Dus hou je van watermeloen snoepjes, dan vind je dit wel lekker. Ja, maar ik vind dit te heftig om te drinken. Ja, vind je het lekker? Nee, mensen die chemische watermeloen lekker vinden, die vinden het Ja, maar ik vind het smaakt, nee. Voor mij is het een 1,5 of zo. Ja, ik kan dit ook niet. Ik zou dit niet meer kunnen doen dan ik nu heb gedaan. Nee. Nee, één slok is ook gewoon niet op mijn buikpijn. Ja. 1,5 ook. 1. Of 1,5. Ik wil nog even een drankje. Oké. Wat staat er allemaal dan? Ja, wat hebben we? Litchi. Wat is dat? Ja, ziet er alleen al weer watermeloen. Pineapple. Ja, wat dit ik wil is. Oké. Want dit is iced tea. En ik hou van iced tea. Oeh. Is iced tea. Maar dit is organisch iced tea. Dit. Peach. Peach juice. Ja, dit is echt zo'n drankje wat uit gluten aangekomen. Ja. Ja, het is Amerikaans en Koreaans, Japans. Ja. Want dit is ook Japans, dat matcha. Ja, maar ook heel vaak die tekst die erop staat, is allemaal Japans. Ja. Ik was wel reclame hoe je dat denkt. Ja, dit is gewoon iced tea peach. Oh ja, het is gewoon met een merk dus. Ja. Ja, hetzelfde? Niet zo zonder prik. Heel lekker, het is echt Spanje. Ja. Echt Spanje. Als je vroeger in Spanje bent. Het doet ook een beetje denken aan Arizona, weet je dat? Ja. Arizona. Ik vind het wel lekker hoor. Ja. Maar het is van Dragon Ball. Dat is een of andere cartoon, denk ik daar. Kom wel dat denk ik wel. Dragon Ball, dat is toch wel een TV-serie?
Waarom weet jij dit nou? Dit is toch nog niet de leukste serie? Wacht, nu wel veel sponsor komen. Ja. Ja, Dragon Ball, kijk. Oh, shippy. Oh, chill. Dit schijnt dus echt de shit te zijn, hè, in Amerika. Hoe noem je dat? Cinnamon. Ja, churros. Cinnamon Toast Crunch. Kaneel. Dit vind ik bij de kaneel bij de echte zo lekker voor. Ja, maar het zijn geen echte churros. Ja, maar gewoon het idee van het vind ik al lekker. Maar dit, hoe noem ik het nou in Nederlands? Cereal, wat is dat in Nederlands? Cornflakes. Ja, cornflakes. Ja, jezus. Heel diep nadenken met z'n. Jezus, zo moeilijk was het ook nog niet. Nee. Oh, ik had ze veel groter waren. Ja. Nee. Nee, jij dacht dus echt die echte. Nee, ik dacht. Nee, ja, nog kleine stuks, maar zeg maar dan de dikte van mijn echte chocolade. Schattig! Stel, dit is gewoon je ontbijt. Fantastisch. Dat is geweldig. Ja, dat is wel leuk. Oh, we hebben nog een cijfer gegeven. Aan wat? Aan wat drankje. Oh nee. Icy Peach, ja, ik geef het een 2. Ik geef het gewoon niet origineel. Anderhalf. Gewoon ijsje bakken. Ja. Gewoon met een plaatje erop. Zit er een ijsje te spelen met een plaatje erop. Zo, het ruikt heel erg naar kaneel. Zo. Het ruikt echt naar kerst. Nee. Ja, dit is gewoon echt kaneelsuiker. Nou, laten we doen. Maar je moet wel toch in je hoofd hebben. Dat het in dat eigenlijk op. Ja. Dat het in elke melk ligt. Ik geef het heen. Ja, het is echt heel lekker. Heel lekker. Oh. Echt is minder. Ja. Ja. Heel moeilijk. Ik vind hem heel lekker, maar ik zie het niet in mijn melk liggen. Dan moet je, heb je nou dat kaneel smaak in je melk hangen. Ja, lekker. Ik vind chocolade of zo. Echt iets heel zoets achter. Dat dit is ja, zoetzuur. Ja, is het ook wel, maar niet zeg maar. Jongen. Nou, als je mij dit als kind had gegeven, had ik echt. Ja, maar zou je dit ook echt gewoon elke ochtend eten? Ja, niet elke ochtend, maar ik heb niks elke ochtend eten. Zou je het ontbijt kunnen gebruiken, dit gewoon? Ja. Ik denk dat Stan dit wel heel lekker vindt. Ja. Ik vind het wel als hapjes ook wel soort lekker. Ja. Ja. Dat vind ik wel lekker. Dit, ja. Dit is echt lekker voor de thee. Ja. Ja, dit vind ik lekker. Ja. Nou. Cijfer. Ja. Oh, 4,5. Ja. Na 4. Maar stel. 3. Het is wel echt groot eigenlijk. Zo, je moet echt zo'n lepel met dit. En dan heb je zo'n mega lepel. Ja, is nog wel minder. Ik zie het zeg maar niet voor dat mijn bak met gewoon helemaal vol ligt met deze dingen. Maar ik eet ze worden slap altijd, hè? Ja. Dat vind ik altijd heel goor. Oh. Je moet heel snel eten altijd. Ja, precies. Ik ook, ja. Oké. Okay. Nee, sorry, jij bent. Ik weer een beetje. Het is lekker als je nou iets zoets iets hartigs hebt. Ja. Ik ga deze doen. Dit zijn alle, welke smaak is dat? Honey cheese. Oh, de zoet. Ik ben benieuwd naar. De zoet en kaas. Ja. Ja. Dat is wel een soort ik denk dat het wel lekker kan zijn. Ik ben echt meer zoet. Nee, niet hartige. Hartige. Zo. Oh. Jij? Ja, 100%. 100% hartig. Ja, af en toe heb je gewoon zin in. Zo! Is dit groot? Zo. Zo, dat. Wauw, je moet laten zien. Het ze zien ons alleen maar in die zakken. Dit is niet normaal. Ja, we zien ons. Oké. Okay. Waar kun jij je hand op leggen? Nee. Nee, maar luister, ik zit heel zo en ik voel me echt een soort van cirkel. Nee, maar jij is altijd ook weer zo snel. I love you. Oké, okay, nou weer cheers. Ja. Dit is echt een cheers. Ja. Cheers. Zo. Ja. Heel lekker. Heel lekker. Echt zoet kaas. Ja. Maar niet zo heftig als die normale kaas. Ik vind juist heel lekker. Het neutraliseert een beetje. Ja. Ja, dit is echt mijn ding. Hij is lekker. Ze zijn ook echt mooie. Lekker groot. Oh. Lekker. Ja. Dit vind ik echt een 5. Ik ook. Ja, dit vind ik ook een 5. Tot nu toe lekker. Ja. Ja. Mm. Ik zou zo die hele zak op kunnen, maar. Oh, maar wat is het zo lekker? Het is veel lekkerder dan die andere kaas. Dan die Chipito. Ja. Ik wil deze stokjes. Ja, matcha, pookie. Dit heb ik nog nooit op. Nee, ik weet niet wat ik verwacht of zo. Maar hebben jullie ooit matcha op? Ja, ik heb één keer bij Esmee toen matcha tegen. Ja, ik vond het echt van matcha koffie was dat. Ja. Dat was echt niet lekker. Nee. God. Het smaakt naar grond. Nou, ja, naar grond. Dat vond ik heel wat jij toen ook. Dat verwacht ik niet heel goed. Nou, grond. Yeah. Heb ik het niet op te. Maar misschien zit chocola. Waar was het dan? Het lijkt wel alsof er op gewoon een geurstok neer te zetten. Ja. Zo hard is het ook. Zo. Het ruikt wel zoet. Ik vind het lekker nu al niet. Oké. Oh, twee. Oké. Geen zoet stokje of zo. Het is gewoon.
Het is gewoon, dat stokje smaakt naar niks. Nee. Echt letterlijk niks. Nou, niet eens naar stokje. Het smaakt niet zoet en het smaakt niet zout. Nee, het smaakt niet naar stokje. Het smaakt gewoon naar... En het is gewoon in matcha chocola gestopt. Ja, niet lekker. Nee, het is zeg maar niet bijzonder. Ik kan het wel eten, maar het is niet gewoon helemaal niet bijzonder. Nee. Ik zou het nooit van even kopen. Nee. Oh, cijfer. Oh ja. Oh, een... Oh, dat ziet er wel leuk uit. Nul. Ja. Nee, ja, een nul. Pretzel is dat, hè? Een half, ja, voor de moeite. Een half. Voor... Deze zijn normaal ook gezout. Pretzels. Ja. En ik geef een nul. Ik vind het zo goor. Ik kom nooit meer eten. Ik een half voor de verpakking. Dus gaan we gaan nu echt aantrekkelijk uit. Ja, het ziet er heel leuk uit. Denk je, oh leuk, dan kan je ook nog zo'n tolletje. Nou, ik neem het toch Mikado. Laten we even Mikado. Dat is wel beter voor het eten. Ja. Wat is dit? Ja, dat is echt heel eng. Doe dat maar. Ja, heel eng. Maar ja. Het is ook hard. Ja, en het ziet... De sangria. Sangria smaak zit hier ook al in. Kijk maar. Zo. Zo. Wat joh. Zo, ik ruik het hier al. Zo. Dit is sterk veel. Sterk. Zo, ja. Sterk veel. Sterk veel. Het lijkt net een bidon. Het is wel een harde koffer. Zo, wacht, moet ik even een keer proeven. Godverdomme. Nou, heb ik nou corona? Ik proef gewoon niks. Ik weet het gewoon niet. Proef eens. Er zit hier niet echt een smaak aan. Ik voel alleen maar prik. Zo, moet je ruiken. Ja. Zo. Ik ben heel benieuwd. Het smaakt ook echt lekker. Nee, het smaakt naar prik denk ik. Ja, het smaakt gewoon naar achter. Maar het ook is van rood. Dat is het ook niet. Ja, maar eerst is niet... Dit smaakt gewoon naar pure kool. Bubblegum. Ja, maar wat voor smaak zou je hieruit kunnen halen? Niks. De geur alleen. Dat is het enige wat een beetje dat het smaak geeft. Ja, wel bubblegum, ja. Beetje... Ja. Ja. Beetje... Beetje vind ik het niet heel kut om te drinken. Want ik hou heel erg van... Van Fanta, koolzuur, alles wat maar prik vind ik lekker. Dus ik vind het wel lekker. Alles wat maar als je dit nou mixt met een Fanta of zo, is dat misschien wel een lekker drankje kunnen zijn. Mm-hmm. Nee, het is niet veel. Maar ik vind het niet vies. Het is één raad. Het is zo raad. Ja. Als je ruikt ik iets zoets en dan drink je het en dan is het echt, Want er zit niks, maar er staat ook geen smaak op. Nee. Ja, het staat wel op. In gelezen. Ja. Carbonated drink, ja dat is wel cool. Nee, het staat Sangaria. Ik denk dat het iets anders betekent. Sangria. Dat is geen Sangria. Het staat Sangria. Maar ik denk dat je wel Sangaria. Maar Anne weet het ook. Ja, ik was er nooit af. Zo irritant. Nee. Oké, welke cijfer? Ja, 2. Ik vind het ook niet erg om te drinken. Nee, niet meer. Ik heb 2,5. Net nee, gewoon 1,5. Ja. Ja, 2. 2,5 of ik wil in mijn. Zie echt naar elkaar kijken. Ja, die wil ik ja. Ook. Ja. Ik wil nog eentje nemen. Ja. We zouden ook eens een keer nee zeggen. Ja. Nee. Jezus, dit was net. Ja, ik wil deze. Dit is eigenlijk het enige snoep dat we hebben. Jij zegt van Amerikaanse snoepproef en ik denk ik krijg gewoon alleen maar zak met snoep. Het is alleen maar chips. Het is alleen maar chips, chocola. Maar dat hebben wij uitgekozen, want ik hou niet echt van snoep. Nee. Ik voel dat we gaatjes opkomen. Ja. Nou, vond ik dit ook maar zo bash. Is het echt zuur? Ja. Dat weten niet, want we gaan nu proeven. Nee, we zien het niet wel eens eerder op dan daar. Nee. We hebben het op. Maar het is wel kids. Dus misschien... Dus dan is het niet. Soft en chewy candy. Sour than sweet. Aan het begin, oh ja, tuurlijk, het is zijn uit de buitenkant. Ja, 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 ja. Ze zijn best wel hard. Maar. Ik denk wel lekker. Nou, let's go. Zo, we zijn heel zacht. Zo, ja. Lekker structuur. Ja, oh, lekker. Maar deze is niet zuur. Maar wel, die maatregelen smaak ik vind niet heel lekker. Maar ik vind het structuur lekker. Dit zijn van die lekkere snoepjes waar niet zo hard op moet kouden. Ja. Bij kerst en zo. Maar de echte Sour Patch, dan ga je echt zo... Nee, word deze is niet zuur. Nee. Dan ga je helemaal... Misschien jammer. Die spikkeltjes. Ja. Maar ik hou van zuur. Ik vond het niet vies, maar... Ik vind het 3,5 wel. Ik vind het wel lekker. Ja? Ja. Wil ik 2,5. Maar ik hou echt gewoon niet van snoep. Nee. Echt gewoon niet. Ik geef het 3. Dan gaan we chips eten. Yes. Dan gaan we dan bacon jalapeno. Ik kan hier niet tegen. Maar jalapeno is niet heel pittig hoor. Ik vind het niet. Nou, zo. Dat heb ik niet verwacht. Dus Anne daar wel even. Dus Anne is pittigheid nu lekkerder gaan worden. Vinden. Maar ik ben maar wel meer. Ja, sinds met mij omgaat. Ja, meer dan waarderen. Nou, deze. Ik wil nooit zo zwaar. Ik krijg altijd al zo. Ja. Want Anne wil ik weer mijn mami over. Dat is een rare zak. Nee. Is dat echt? Ja, nu maar. Nou,
Ja, ga ze nou. Ja, hij is gewoon vet, hè. Hou, je bent er. Nee. Waarom probeer ik het ook weer? Geen maar. Ik krijg het niet. Pijn in mijn vingers. Even leuk dit. Nee. Heb jij het geprobeerd? Ja, maar dan ga je het niet laten. Nee. Ik zit aan het knippen. Nu krijg ik een pijn. Zo. Ze zien hier hetzelfde in het echt. Maar dan met een ja, andere. Ja, maar dan heel anders. Ze zien het zelfs uit. Maar dan heel anders. Nee. Maar dan wel dezelfde vorm. Ja. Flavored cheese curls. Ik denk dat ik dit heel lekker vind. Cheers. Cheers. Ze maar gewoon naar een pepertje. Nou, ik wil gewoon niks voor pittigheid. Ja, dat wel hoor. Nou, moet nog misschien nog komen. Hè? Ja, dit is precies mijn pittigheid. Wat ik nog lekker vind. Ik proef een kleine tinteling op de tong. Maar niet echt pittig. Nee. Maar ik proef wel jalapeno. Het is wel lekker. Jalapeno dit. Ja, wel lekker. Heel wel lekker dan. Want allemaal veel lekkerder. Ja, maar dit moet je er wel naast hebben als afwisseling. Ja. Of door elkaar heen. Ik wil twee tegelijk. Ja, ik heb het wel. Oké. Dit is wat we doen toch? Oh, dan gaan we dit echt gelijk eten. Ja. Dit vind ik lekker. Mm. Echt een beetje kaas maken. Ja. Nu heb je nachos met kaas. Komt gewoon bij deze gewoon heel lekker vinden. Dan is alles lekker. Ja. Ja. Dit is alweer een. Ik vind het een 4. Ik vind het een 4,5 piek. Ja? Ik heb pittigheid nog nooit zo gewaardeerd. Nee, dat is waar. Een 4'tje. Ja. Lekker. Maar deze verpakking is toch al helemaal vet? Ja. Zo roze? Ja, ik neem een pineapple. Heel de dingen te demelen. Ja. Ja, ik neem een pineapple. Die wil ik niet. Misschien. Ja. Maar Fanta pineapple, zou dat heel anders zijn dan normale Fanta? Lekker ruikt het. Ja? Ja. Oh. Spannend. Ik vind het wel lekker. Ik hou van Fanta. Ja, ik hou van Fanta. Ik vind het wel heel lekker. Wow, ik haat Fanta. En nou, ik hou het niet. Ik hou van. Jezus, zo overdreven. Nou, ik hou niet van frisdrank. Dat weten jullie. Nee. Ik hou echt niet van frisdrank, maar dit vind ik heel lekker. Oh. Maar het had kouder moeten zijn. Dit heb niet in de koelkast gestaan. Oh. Heel lekker. Maar een goede ijsklontje en dan met dat erbij. Combinatie. Ik neem nog bij. Ja. Ik wil niet meer weg. 5. Ja. Hij is wel 4,5. Lekker. Ja. Deze. Fruit Pebbles. Nou, ja, ook. Hoe noem je dat nou? Cornflakes. Dit ziet wel meer uit dan wat ik vroeger in een ding gooide. Nou, dit is gewoon echt wat je in je melk gooide. Dit wilde ik vroeger. Stel je had zo'n kleuren. Nou, dat had ik wel. Ja, dit vind ik wel. Maar dit gooi je in cornflake in je melk. En dat gooi je in je innenbakje. Ja. Apart. Wat ruikt dit dan? Oh, zo veel. Het ruikt heel vreemd. Het is een soort warm in die zak. Nee, dat is lekker. Ja, ik wacht wel op jullie. Ik wil echt het is echt warm in die zak. Ja, ja. Hè? Nou, ga je deze anders? Nee. Het smaakt niet zoals het ruikt. Nee. Het is wel lekker zoet. Ja. Maar ook een beetje ergens aan het denken. Maar ik kan het soort niet plaatsen. Het heeft wel echt een fruitsmaak. Ja. Maar waar ruikt het nou naar? Het ruikt niet naar fruit. Het ruikt echt naar iets heel raar. Heel chemisch. Maar het smaakt wel een beetje fruity. Ja, het heeft echt wel een fruit nasmaak. Ah, ik hou er niet van. Het smaakt naar. Ik zit helemaal onder de kruim. Nou, ik weet niet waar het naar smaakt. Ik vind het ook niet heel lekker. Nee. Maar ik vind het niet vies. Maar het is ook niet vies. Ik geef het een 2,5. Maar ik zou dit niet kopen voor melk. Ik geef het een 2,5. Nou. Oh, heel snel. Ik schrok opeens, want er zit helemaal geen verpakking in. Geen aanroesten. Ja. Welke smaak is het? Oh! Frozen Dead Fish Sunday. Echt zo'n. Ja, ik vind poptarts gewoon. Ik weet niet of ik dat zo lekker vond, maar ik kan je herinneren dat ik het heel lekker vond vroeger. Ja, dat was echt een ding. Het was gewoon een soort van shit. Ja. Dat zo bijzonder is het ook eigenlijk niet. Het is gewoon een koek. Fucking grote koek. Ja. Maar het is dus ontbijt. Huh? Dit is ontbijt in Amerika en dat doen ze in de toaster. Ja. Eigenlijk voor het warm te eten. Maar dat doen we niet. En het is letterlijk ontbijt. Ik zweer. Ja, je gaat niet zo raar. Ja, ik heb het met mijn magnetron erop gemaakt. Ja. Dat kan wel kloppen. Nee, je gaat natuurlijk wel zo echt zo'n goed stuk mee. Ja, daar zit ook wat in. Ja. Ja, dat is zeg maar lekker een beetje. Nou, cheers. Dit is als ontbijt eten. Nou, het is officieel
ontbijt in Amerika. Mm. Ik denk dat het warm wel lekkerder is, maar ik vind het wel lekker. Ik vind het ook lekker. Het is echt meer dan koekje. Lekker zoek, maar niet te. Ja. Goeie smaakt ook weer echt naar het plaatje, naar dit dingetje. Mm-hmm. Ik vind het lekker. Ik geef het een 4. Maar niet voor ontbijt hoor. Mag nee, gewoon ik ga het tussendoor. Ik geef het een 3,5. Lekker zeg. Dan gaan we het Ik besef dat een 3,5 in de echte wereld ook wel een 8 is ofzo. Ja, dat is wel een echte wereld. In de echte. Ik vind het 3,5 ook. Oh, parmezaan en roasted garlic. Dit kan echt of heel lekker zijn of heel fout vallen. Of echt gewoon geen smaak hebben ofzo, weet je wel. Het echt nergens op smaak. Ik denk dat mijn joppie ofzo smaakt. Heel sterk, hele sterke knoflooksmaak. Zo. Waarom klopt dat wel? Ik had verwacht dat het echt een geurbalm uit zou komen. Ja, oh, ik ruik bijna naar niks. Het smaakt misschien naar een beetje naar, noem je dat, sour onion? Ja. Cream. Sour cream. Nee. Groene pringles. Ja. Sour cream is dat. Wow. Oh. Dat smaakt ook best wel naar. Ja. Lekker. Ik vind die helemaal lekker. Die groene vind je niet lekker? Nee. Dat is mijn lievelings. Ja? Ja. Van de pringles wel. Maar het heeft wel een beetje een meer een garlic smaak. Ja. Wel. Het is wel iets meer naar de knoflook. Want anders meer ui, dus echt meer knoflook. En parmesan. Ja. Sour cream! Oh! En onion! Sour cream en onion. Oh. Die andere chips vind ik lekker, dus ik vind deze. Ja, die andere chips die we nu op hadden, waren echt veel lekker. Ik vind een 3. Ik vind 4, ik vind het heel lekker. Ja? Ja. Ik vind het een 3. Ik zou het ook zo kopen. Ach! Maar toch vind ik deze wel echt nog steeds heel lekker. Ja, en deze ook! Ja. Ja. Jij wijst nu aan wat mensen niet zien, dat is niet leuk. Oh. Ja, dat hebben ze al 10 keer gezegd. Ja. Ik pak het elke keer weer. Ik wil deze. Weet je niet over kringels? Pretzels. Krakelingen, dat wil ik zeggen. Krakelings. Pretzels. Nee, zoet. Cookies en cream. Oh. Hè? Ik ben teleurgesteld. Hoezo? Ik dacht echt dat we ook nog iets met caramel zeezout hadden. Ja. Cheers. Hè? Huh? Die krakelingen zitten toch nooit chocola omheen? Het is pretzel. Het is wel zout ook. Nou. Ja, het is ook zout. Ja, oh, maar dat redt het. Maar waarom staat het er niet op? Omdat pretzels altijd zout zijn. Als het is zout. Als het niet zout is, was het niet lekker geweest. Ja, ik vind het wel lekker. Ja. Maar ik denk dat ik het lekker. Dit is cookies en cream. Ik denk dat ik gewoon chocola lekkerder zat. Dus cookies en cream was voor mij niet echt gehoeven. Vinden jullie dit lekkerder dan normale? Nee. Ik vind normaal lekkerder met zout. Met die korrels erop. Ja. Maar ik vind deze ook niet verkeerd. Nee. Niet verkeerd. Nee. Wat voor cijfer? Ik geef weer een 4. Ik maar gewoon echt lekker. Ik ook een 3. Ik vind het echt, ik zou het echt gewoon nu in een bakje staan nog een eten. Ja. Maar dat heb ik nu. Ik heb nu heel veel zin in die ene zonder cookies en cream. Lekker licht. Ja, ik hoop precies waar die naar smaakt. Deze. Ja, we hadden hem doen. Ja, dat weet je zelf als die andere. Ja. Waar is die eigenlijk? We laten deze ook even liggen. Oh! Dit is... Maar wat is lychee? Ik weet niet, maar het ruikt een beetje naar bloedsinaasappel. Oh. Ik denk dat het een of andere Japanse vrucht is. Zo klinkt het echt. Wat tegen? Het is wel Fanta merk. Dat moet wel een beetje. Het is een goede huis. Het ruikt heel lekker. En het smaakt ook lekker, maar ik kon hier niet een heel beetje van op. Heel appel. Het heeft een beetje een nasmaak wat ik niet kan plaatsen. Nee. Wat is het nou? Nee, ik vind het niet lekker, want het smaakt naar een bepaald soort drank. Een soort mixdrankje dat ik al eens op heb, wat niet lekker vind. Zoek eens op wat lychee betekent. Ja. Ja, misschien kan ik het dan weten wat het is. Of een smaakje of zo. Maar... Ik vind het niet vies, maar ik vind die pijnappel echt 500 keer lekker. Ja. Dus, wat hebben we het cijfer gegeven? 2. Natuurlijk. Ja, die gaan we nu doen. Het doet me echt allemaal denken aan van koekjes en dingen van vroeger. Ja. Ja, we delen er 1. Ja. Oh, het ziet eruit als zo'n bootcakeje. Ken je ja, dat? Ik weet niet wat je bedoelt, maar ben jij van de cake van? Zou je dat lekker? Als ik jou zou vragen van wil je cake of een taartje? Of wil je geen cake? Dan neem ik geen cake. Nee, meestal. Ik ook niet. Maar dan denk je dat je drie dingen had. Het is gewoon slagroom. Wat is dit nou weer? Nou, het is een marshmallow. Marshmallow, ja, het is marshmallow in. Ja, de marshmallow fluff. Creamy feeling. Nou ja, niet lekker. Ik vind dit zou het gewoon echt gewoon niet mijn smaak eten. Ik zou dit nooit pakken dat ik denk, wow. Maar het is niet vies. Nee. Maar het is nu
Want dit ene denk ik, wil er ooit nog een in mijn leven. Nee. Maar ik hoef eigenlijk nooit mee. Cijfer? 2,5. Ja? We hebben zo'n stem opeens. Wat vind je dan? 2. Nou, ja, dat is lekker hoog. 2,5. Nee. Echt? Oh, ik vind de marshmallow fluff wel lekker. Nee. Matcha KitKat. Matcha. Nou, het is groen. Waar komt matcha? Het is groen. Ja, dat ken ik. Dat weet ik. Zo, lekker niet. Zo, dat ging heel soepel. Ja, ja. Ach, weer die kleine. Ja, dat ding wel eens. Maar ik ben echt een beetje misselijk van die marshmallow. Ja. Zeg maar, hij valt niet lekker. Maar hij is heel chemisch. Ja. Lekker. Ja, zijn we niet gewoon misselijk van alles wat ja. Maar deze, want dit was groot. Die andere was er ook deze kleur. Nee. Ja. Ja. Wat was dan groen verder dan? Okay. Nee, die boekie. Stekels. Ja, die nou. Nou, ik kreeg hem niet open. Oh ja, ik ben beter. Nou, niet als we beginnen zonder mij. Oké. Okay. Oh, sorry. Oh, eww. Ik vind het niet lekker. Godverdamme. Nee, oké, zo val ik wel. Ja. Maar het gewoon weer naar grond. Ja. Maar het is gewoon niet. Nou, ik vind het niet nas hoor. Proef je dat nas maken? Oh, dat is echt niet lekker. Nee? Nee, dat is echt niet lekker. Proef je dat nas maken? Ja. Dat smaakt dat is gewoon grond. Ja. En het heeft ook een soort grondkruimels. Niet dat je het grond eet, maar het smaakt wel echt naar grond. Ik snap ook niet hoe mensen matcha thee of matcha koffie lekker vinden. Oeh, hij wordt steeds viezer, ja. Vind ik lekker. Nou, ik trek deze op aan. Hé, hey, gooi die pijnappels door je. Wat, dit is wat cijfer 0. Ja, ja, echt min 5. Wil je deze ook? Min 0. Min 5. God. Oh, deze is veel lekkerder. Dan? Dan die andere watermelon als die. Ja. Kom op veel thuis, maar die kan veel meer. Ja. Het is veel minder veel, chemisch. Ja. Ja, zachter. Het is veel zachter, rustiger. Het proeft bijna geen watermelon. Watermelon sugar. Het is eigenlijk gewoon heel veel koolzuur met een klein beetje watermelon. Mmm. Het is veel beter. Die pijnen vind ik zo lekker. Ja, en dit moet zij gaan verkopen. Jongens, zijn ja. Van deze? Nou. 3. En 3 ook gewoon, denk ik. 3,5. Oh. Nee, die anders zijn we geen min 0. Ja. Ja. Oké, okay, nu komen we. Ik wil bij de laatste. Dit zijn echt onze favorieten, deze soort chips. Bacon, cheddar, maar wij vinden chips ook gewoon überhaupt in de ja. Ja, dat vind ik echt een lekker soort snack van koekjes, snoepjes. Ja. Van het hartig is, wij ja. Even... ja, bacon, cheddar. Kijk, ze zijn heel oranje. En weer lekker groot, dat vind ik ook heel chill. En weer een beetje hetzelfde. Dit lijkt heel erg op die. Mag ik even ruiken? Ja. Ik ruik dus niks. Nee, ik ruik niet. Ze ruiken niet. Hè? Okay. Hoe kan dat nou? Het ruikt gewoon naar zak. Naar niks. Oh, smaakt wel. Heel lekker. Hoe kan dat niet ruiken? Dit smaakt echt naar cheese bacon burger. Maar dan zonder burger, maar alleen cheese bacon. Okay. Oh, ik vind het wel lekker hoor. Dit is al. Cheese bacon burger, maar dan met bacon cheese. Ja, ik word niet verhaal. Maar deze zak zou ik ook kunnen opeten. Ik kan bacon dus echt heel vies vinden, maar je smaakt proeft die bacon niet heel erg. Nee. Het is vooral de cheddar. Nou, dat vind ik wel lekker. Ja, perfect. Ik geef ze 4,5. Ik ook, maar dat, nou. Ja. Maar het komt nog steeds niet over deze uit. Nee. Het nee. Is lekker. Ja, deze zijn ze alle drie tegelijk. Maar dit kan in je mond. Wel. Je moet het toch ook zo doen? Oh ja. Jezus, wie gaat het nou weer zo eten? Oké. Okay. Dit fucking lekker. Mm. Dat is wel echt een soort. Deze overheerst best wel deze hoor. Ja. Ja. En ik heb nog maar een klein stukje ervan op. Ja. Heel erg. Ik vind het wel lekker juist. Nou, het is nu helemaal. Ook een combo gewoon. Ja. Jongens, ik vond het heel leuk. Ja, ik ook. We hebben al wel leuke nieuwe dingen proberen. Ja, werk je wat anders ook. Ja. Ja, leuk. Let me know als jullie nieuwe ideeën hebben. Altijd welkom, want ik vind het alleen maar leuk om video's te maken die jullie willen zien. Dus heb je een leuk idee, let me know in de comments. En ja, dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als we het vaker moeten doen. En vergeet natuurlijk niet mijn... Zo, ik steek even mijn duim op. Oh, mijn holy shit. Ik ben heel erg zeggen. Maar bedankt voor het liken, abonneren en tot de volgende keer. Doei!